Oh, key jokey, Daily challenge tijd. Laten we eens zien wat het allemaal herbergt vandaag. Dit. Oh, wacht. No smoking. Oh. Dat is niet wat ik verwachtte dat ik te zien zou krijgen. Ik dacht namelijk dat ik hier uh, Spaans te zien zou krijgen, maar. Oh nee, zeg niet dat dit alles is. Dan ga ik echt huilen. Nee, oké, okay, top. Uh, oh, dit is echt alles wat ik te zien krijg. What the hell? Oké, okay, top. Dat was ook de enige optie die ik echt daadwerkelijk had. Zeg maar zo van. Oké. Okay, uh, geen idee. Het probleem. Nou, het staat er waar het is. Dus dat. Alleen ik heb het idee dat dit een vrij klein stadje zal zijn. Dus ik heb echt. Geen idee. Laat ik het in ieder geval wegzetten, dan staat hij in ieder geval ergens. Even kijken of we het wat beter krijgen. Resol. Even kijken of het misschien. Soms staat dat nog wel eens redelijk goed. Erop. Soms hoor, niet altijd. Ehm, uh, ja dan gaan we het op inzoom mogelijkheid doen, hè. Uh. Hey, luister. Ik, ik... ...zoom alleen maar in om te kijken of hier toevallig Rezal staat. Al zijn we, omdat het een provincial ding is, kan natuurlijk nog altijd zijn dat het ergens anders is, hè. Maar, um, ik, uh, ik, 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 ik accepteer dit graag, zeg maar. Want het is natuurlijk alleen maar een bord dat daar staat. En het ziet er ook niet uit dat dit de optionele plek van dit bord is, dus... Ah, oh. nee, hey, nogmaals. Uh, wat ik zeg, dat... dat, dat. Uh, ah, kijk, en hier staat ook gewoon result, dus... Uh, Nevermind. Oké, okay, toch. <laughs> ik kan er wel blijven hangen, maar dat heeft echt totaal geen nut. Isle of Man. En ik denk dat dit een locatie is die we al een keer eerder gehad hebben. Maar ik weet niet 100% zeker meer waar dit is. Dat zou ik eventjes na moeten gaan. Castletown. Top. Dat is hier beneden, ja. Kijk, okay, Castle Town. Wat we dan moeten zoeken is de naam van. Ik denk dat dit een heel. Arbury Street. Uh, Market Square. Dat is hier. Oké. Okay. Dit zou dan wel eens, want volgens mij stond ik naast de kerk. We gaan kijken, het kan ook natuurlijk iets anders zijn. Return to Start. Nou, we stonden niet naast de kerk, maar dit is die kerk. Is dit de Methodist Church? Is zeker de Methodist Church. Dus dan staan we inderdaad hier. Of zoiets. Even kijken hoor. Eh, uh, nou, er staat zelfs iets. Ja, ik weet niet of hij dit apart rekent of dat, dat dit is. De uh, cupcake. IOM. Ik denk dat het dit is. Ik denk dat dit een oude. Ja, ik. Ik denk dat dit, nee, wacht even. Huh? Little, ja, 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 ja. Ik denk dat dit een oude foto is. Uh, tenzij dit dat cupcake winkeltje is. Dat ziet er wel naar uit, eerlijk gezegd. Dus ja, deze zou normaal als dan krijg je. Dit is sowieso 5000. Dus wat dat betreft had ik al lang erop kunnen klikken van oh, dit, dit is het in principe wel. Net dus zoals gisteren bij, hoe uh, heet het? Um, de busje liever. Want in principe weet ik dat ik gewoon goed zit en dat het echt om een paar meter zal gaan. Nou maak ik die paar seconden maak ik nog wel gewoon uit, maar als ik nou nog een minuut gehad had, had, had ik hem wel weg, gewoon weggedrukt, zeg maar. 5 uh, ja. meter. Woehoe! Oh, dit weten we ook wel. het is. Dat zal. We... Even kijken nog. Uh, dat is deze, denk ik. Ja. ja. Nou, en hier gaat. Dit is dus weer zoiets waarvan ik zeg van: oh, dit is een locatie waarvan ik weet dat het is. Daar gaan we natuurlijk niet. Uh, we gaan wel kijken dat we nog niet te, te gek hebben, zeg maar. <laughs> dat kan natuurlijk ook nog namelijk. Uh, even kijken. Hoor. Uh, ja. Goed, want ik heb hem niet super ingezoomd, dus het kan altijd zijn dat er wel echt een paar meter tussen zit. En dan kan het gewoon één punt schelen ofzo, maar net zoals dit, ja. Dat heeft weinig nut omdat. Uh, te onderzoeken helemaal tot het kleinste detail zeg maar dan weet je wat mooi zou zijn maar hoe je het dat zal ze nooit invoeren maar stel je, je krijgt gewoon standaard gewoon eh uh, Je krijgt gewoon standaard... Um, hoe heet het? Gewoon drie minuten. Maar stel je voor je krijgt dat zo'n locatie net zoals net. Dan uh, vind ik dat je de keuze moet hebben om... Uh, om te zeggen van... Hé, hey, weet je wat? Ik wil uh, in plaats van... Uh, dat ik... Uh, um, moet ik zeggen. In plaats van dat ik, uh... Oké, okay, laten we even beter proberen uit te leggen op te, en op te zetten. Stel je voor, oké, okay, ik heb zo'n locatie zoals net in Moholio of uh, in Castletown. En ik zeg van ah, oh, weet je wat? Ik wil per definitie wil ik dit, eh. Uh uitproberen zeg maar. Ik wil, uh, ik hoef dit niet uit te spelen. Want ik weet precies wat dit is. Nou, dan klik je daarop. en dan heb je, ik noem maar wat op, een minuut of zo besteed of korter nog. En die tijd die je niet besteed hebt, die wordt opgeteld bij de tijd van je volgende locatie. Dat zou eigenlijk stiekem wel geweldig zijn. Want net zoals zo'n locatie als dit. Uh, nou, ik heb op mijn goede gok heb ik gehoopt dat ik uh, goed zit. Ah, uh, damn it. Ik, ik denk ook wel oprecht dat dit. Uh, hoe heet het? Dat het Columbia is. Zo, laten we daar duidelijk over zijn maar, um... Ah, ik had hem net stond hij er wel op. Haha. Nee, dat, is, dat is echt niet leesbaar. <laughs> maar um, Dan kun je meer tijd aan deze besteden, bijvoorbeeld. Of als je het echt hele lastig hebt, zodat je kunt zeggen, nou weet je wat? Um, ik wil liever um, aan de andere wil ik meer tijd besteden. <coughs> dan hou je gewoon je vijf minuten. Oké, okay, daar. Oh, dat tempo. Ik had ook nog niet goed gekeken, dat moet ik heel eerlijk zijn. Uh, Maleisië. Dat is de eerste gedachte die ik heb. Thai, uh, Taiwan. Um, ik weet het nou niet. moet ik even kijken wat uh, de. Oh, hallo. Ik weet het niet. Ik ben heel heel. Ik ben heel erg in de wacht van deze locatie. Zou dit dan wel een keer Filippijnen zijn? Nee, het is wel Maleisië. Yeah. <coughs> Excuse. Uh... Ik weet niet of dit. Oh wacht, ik kan natuurlijk. Nou, dit doen. Aha. En dan. Nou. Oh. Dat is een beetje verdrietig. Ik had gehoopt dat deze. Kijk, want net zoals bij deze zou ik best wel. Eigenlijk. Niet heel erg vinden als ik wat extra tijd heb. Ik heb het idee dat als ik wat extra tijd zou hebben, dat ik heel makkelijk zou kunnen vinden waar ik zou zijn. Dan weet ik, oh, zo werkt het spelletje niet. Dat weet ik. Maar uh, wat ik zeg, ik, ik. Er valt iets voor te zeggen misschien. Oké, okay, nou, nou ben ik echt helemaal in de, in de war. Nou ben ik echt helemaal in de war. Ik wil, ik wil eerst maar eens even 100% bevestigen dat het inderdaad... Crap, sorry. Oké, okay, het is wel Maleisië. Godzijdank. Woe! Dat was even... Ik, ik dacht echt van, what the fuck? Wat de fuck heb ik hier maar nou weer aan me? Omdat het daar een keer over uh, Thailand begon ik van. Wat? Nou had ik eerlijk gezegd, als ik dat gezien had. En voor verre, dan had ik hem naar de grens met Maleisië geplaatst hoor. Want. Dus dan had dat niet zo heel veel gescheeld, Gelukkig. Nou is het alsnog gewoon lekker goud. Dus dat maar. Oeh. Hallo. Gamebreaker, dat is makkelijker, dan, dan zitten we niet met die rest. Uh, het was niet een hele moeilijke. De meeste uitdaging was eigenlijk deze. En dat was eigenlijk ook meer omdat ik. Ik denk dat heel veel mensen met de informatie die ze gehad hadden, me hier zouden we weggezet hebben. Weet je, ik. Nou, maakt ook voor verre is niet uit, het is allemaal gelukt. Hier staat al wel Rizal, maar ja, het is allemaal maar een beetje twijfelachtig. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik tot morgen.